zitten in het vliegtuig en we gaan naar Mali. Wow. Op de Malediven. Jee, hier is hem al. Help me! Kinderen zijn ook heel gezellig vandaag. Ik wil praten! Ik heb een wachtje helpen. Vliegveld en dan 3 meter daarnaast ongeveer is gelijk de haven waar je dus op de Malediven een bootje pakt naar het eiland dat je moet hebben. En dit is onze boot en we gaan zo naar Maguzi. We zijn op Airport Island aangekomen en vanaf daar moeten we nog een ruim half uurtje met de watertaxi, wat een speedboot is. Maar je moet eens kijken naar de kleur van het water. Als een kanarie, maar dit is het strand dat bij ons hotel hoort. Haha! Zo, we lopen door de straatjes van Maguzi. Echt wel heel erg leuk om te zijn. Het is heel lokaal en het is vriendelijk. Lekker weer. Komt goed de komende week. Super mooi hier. Een beetje toeristisch, maar het valt echt mee, want het is laagseizoen. Super wit zand. Echt een heerlijk speelstrand ook voor de kinderen. Onwijs mooi. De hele dag op het strand geweest en nu is de zon onder. Gaan lekker douchen en eten. Ik ben eetzand. Dat is een boord van ons hotel. Is een restaurant op. Kun je op Ita had je dat willen? Kun je wel een keer de baan? De reden dat deze boot bestaat, omdat de Malediven erg islamitisch zijn en je daar dus geen alcohol mag schenken. En op deze boten dus wel. Wij vonden het vooral even een leuk uitje om eventjes met een klein bootje een stukje te gaan varen hier lekker te gaan eten in plaats van op het eiland. En super mooi uitzicht op andere eilanden. Super blauw water. We hebben een video gebracht en we gaan met mijnzelfde speelboot weer terug. Super vet. We staan hier klaar en je ziet het water, dat is mooi blauw en we gaan er lekker duiken. Jee, heb ik heel lang naar uitgekeken. Zo, ik heb net de eerste duik gedaan. Dat leverde 2 haaien, 2 schildpadden en 1 stingray op. Dus ik ben blij, dit water is heel helder en dat is super mooi. Terwijl we tussen de duiken door even op adem kwamen, moesten we in één keer vrij snel de zwemvlies aan in de duikbril op. Want er was een manta ray gespot. En die hebben we dus even van dichtbij gekeken.
is een bodem. En dan kunnen we dus al het visjes, al het koraal heel goed zien. Wel heel leuk voor pennen, ook wel een beetje voor Jelte. Die kan ook wel een beetje snorkelen. En het is ook die bij mensen in huis. Oh nee! Jawel! Zo, dit is klaar op de boot. En wat gaan we vandaag doen, Jatte? Weet je het nog? Nee, ja. We gaan snorkelen. We gaan op 3 punten snorkelen. Leuk, Jelte? Ja! De bootje dus, een beetje overvol. Maar het bootje brengt ons wel naar de meest mooie plekken. Ik ben met Jelte echt super leuk gesnorkeld. Ik dacht, de jongen is lemmend, hè? We hebben een Nemo gezien. Echt helemaal leuk. We staan op een zandbank. We hebben net geluncht. Nu gaan we nog even lekker in de zee zwemmen. En dan gaan we straks weer verder en nog ergens op een mooi plekje snorkelen. Maar wat is het hier waanzinnig mooi, zeg. Wat een afsluiter van onze reis. Vaker woorden van trots uitgesproken hier. Maar vandaag was wel echt het toppunt. Onze bijna 4-jarige zoon snorkelt gewoon als een pro. En heeft met zijn bijna 4 jaar gewoon schildpadden gezien. Nemo gezien. Dory gezien. Hele scholen met visjes gezien. En snorkelt alsof hij nooit anders heeft gedaan. Echt zo waanzinnig gaaf. In de gloed. Ik moet het liedje natuurlijk niet zien. Je bent vast mis van mij. Piep en de piep. Ja.